Goedemorgen. Vandaag begint de Nationale Museumweek. Ja, museum. Ik heb zelf een museumkaart. Ik ga geregeld met mijn kinderen naar het museum. Eigenlijk nog veel te weinig. Vaak hebben we allerlei andere dingen te doen. Maar ik vind het wel leuk. Vroeger ging ik altijd met mijn oma. Die nam ons overal mee naartoe. En dat verrijkt toch wel je kennis en je kijk op de wereld. Maar ja, wat tekenen we daar nou bij? Een museum. We verzinnen er wel weer wat op. Doe je mee? Ja, vandaag begint de Nationale Museumweek. We kunnen een museum tekenen natuurlijk. Tenminste, zoals een museum altijd wordt afgebeeld. Tenminste, ik heb dat dan eventjes in mijn hoofd natuurlijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat nog steeds zo is. Een museum. Ja, museum. Kijk, zo brengen we wat schaduw in aan. Goed, museum, of tenminste, Nationale Museumweek. Ik kan natuurlijk ook attributen uit zo'n museum na gaan tekenen. Bijvoorbeeld een bijzondere oude kruik of zo. Is dat ook niet altijd even makkelijk? Zo'n kruik. Ja. Nou, dit is in ieder geval een hele bijzondere. Of oude scherven, een pot met scherven, ja. Een schaaltje zo. Dan een stukje uit is. Oudheid, ja. Je kan er van alles nog bij tekenen. Echt dingen die je in museum ziet. Ja, dat kan er natuurlijk ook schilderijen zijn. Zo. Eerst een kadertje natuurlijk. En dan een veeltje zo. Bijvoorbeeld een schilderij. Goed. Museumweek. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.